Mannen, aandacht. Want hier staat enige vrouwelijke lijsttrekker, José Pepels van GroenLinks. En op deze Internationale Vrouwendag, 8 maart, roep ik alle vrouwen op in de Hoekzwaard om politiek actief te worden. GroenLinks staat voor een duurzame groene politiek en voor een politiek waarbij mensen centraal staan. Een politiek waarin zwakkeren in onze samenleving beschermd worden. Met financiële hulp, met financiële steun, met hulp, met middelen. En als er dan door die drie decentralisaties die op ons afkomen tekort is om fatsoenlijke zorg te leveren aan ouderen, jongeren en gehandicapten, dan mag wat GroenLinks betreft best wat van die sterke schouders gevraagd worden. Maar GroenLinks is ook voor 30 kilometer binnen de bebouwde kom. GroenLinks werkt aan een vuurwerkverbod. GroenLinks wil een verbod op het showen van wilde dieren op fairs, braderieën en markten. En een circus dat wilde dieren houdt, moet geweigerd worden. En tenslotte, donderdagavond ontving ik een e-mail waarin me werd gevraagd wat het standpunt van GroenLinks was met betrekking tot homoseksualiteit. Nou, daar ga ik daar dadelijk nog op in. Mag ik een charmante man vragen? Dank u wel.